Kijk je op sommige plekken, zie je? Hier is het weer anders. Heb je gezien? Hier is het echt anders. Goed ja. Of goed. Anders? Goed. Oh. Goed. Goed. Kijk je. Ziet u hier weer anders? Kijk. Zie je hier? Wat denk je? Leg jij me uit wat je hier ziet. Is het verstopt? Het is verstopt. Eén. Nee? Ja. Het is droog. Twee. Je schubben zijn dicht. En zijn restjes van je haar gaan plakken. Het is slecht als je schubben dicht zijn. Nee, het is goed. Oké. Okay. Je haar, kijk hier, je schubben hebben zoveel pallig om zich heen. Mm-hmm. Het kan zijn producten die niet goed zijn uitgewassen. Mm-hmm. En als we het niet goed uitwassen, elke keer weer ons haar wassen en we wassen het niet goed uit, dan stapelt ze zich op. En kijk, het is gewoon geplakt aan je haar. Zie je het wel, je hebt gewassen. Mm-hmm. Maar je schubben zijn wel goed dicht. Snap je? Zo moet je haar streng zijn. En okay? Shining, ja. Dat wel. Oh my god. Hoor? Kijk hier, zie je? We hebben één hier. Terwijl, kijk, drie komen hier. Kijk één. Dus als het werkt, kan mijn haar dikker worden? Je haar kan dikker worden, want je haar heeft de potentie. Kijk, je haar heeft de potentie ervoor. Maar het is hoe wij ermee omgaan en wat je me eerder zei van je hormonen. Mm-hmm. Dus jij kan beter echt op je haar gaan letten. Kijk, als je dingen doet, jij bent echt een vrije persoon, hè? Mm-hmm. En je mag. Maar doe dat niet met je hoofdhuid, maar dan gewoon met je haar. Begrijp je? Want je haar kan je altijd wegknippen. En het komt weer. Maar bij je hoofdhuid zou ik je adviseren niet te doen. Je hebt echt mooie haar hoor. Ik denk dat het hesdy is hoor. Het is of hesdy of ijskoffie. Ik heb maar vanmorgen gehoord. Ja, en heb je vanmorgen vet gezet? Nee, ik heb niks gezien. Nee, daarover heb ik het. Je hebt je haar dan niet goed gewassen. Oké, nou maar wijzen wat we doen met valse vlechten. Met wave, met strakke bollen. Ik wil het bijna helemaal eruit trekken. Waarom komt het blur? Waarom wil je het eruit trekken? Om niet te wezen dat je ook niet goed hebt gehoord. Want je lichaam probeert. Kan je voorin doen? Voorin ja, ben ik dan kan niet te maar. Ja. Dus dat komt door je bollen hoor, die je maakt. Kijk, waar ik dingen maak. Ja. Weet het? Hypof. Ja, kijk je hypof hier. Met die strepen zie je je huid. Zo beschadigd. Wat zijn die strepen? Het is omdat je een borstel gebruikt om je haar plat te krijgen. Nee. Kijk het hier. Zie je? Kijk. Ik ben kaal daarna. Hier ik heb je haar dan. Nee, minder. Ik kan het nog. Ja. Ik zo kijk. Moment dat je gaat met een borstel. En je gel. Moet dan een dierenborstel. Een dierenhaar moet je borstel hebben. Ja. Een dieren? Haar. Je witte paardenhaar of zo. Kijk je borstel. Kijk je lege haarzakje. Kijk wat het doet ook met je haarzakje. Kijk je borstel. Kijk alle strepen. Oh my god, Liz. En kijk je haarzakjes die even verdwenen zijn. Kijk je. Zie je? Zie je? Als er bovenuit zo eruit zou zien, mm-hmm. is het geen probleem. De basale laag komt te zien, maar het is niet ontstoken. Maar ik even wat vragen. Ja. Kom mijn basale, kan het dat het nog steeds komt te zien omdat ik had gestreden een paar jaar terug? Ja. Dus het komt niet, het correct zichzelf niet nee, meer? Nee, het kan niet meer. God. Je huid al eenmaal beschadigd is, het beschadigd. Als kijk je, nogmaals. Dan kijk zo lichtjes je trek en dan zit het nogmaals. Er zo Ja, en wat ik ook wil wijzen, is dat je haarzakje hier goed verstopt is, zie je? We kunnen niet eens naar binnen zien. Kijk je. Je haarzakje is verstopt. Kijk het hier. Dit is je haarzakje. Waar ik wegtrek, waar ik trek, is je haarzakje. En je haarzakje is verstopt. Oké. Hier, het haar komt niet meer. Daar komt niet meer. Lege haarzakje. Als allemaal haarzakjes haar hadden, dan is dat van mij. Ja. Ik zou echt... Maar sommige zijn wel aan het rusten. Oh. Geven wel weer. De hormonen onstabiel zijn, kast ze de haarzakje aan. Maar het hoeft niet te zijn dat het gaat niet je al je haarzakjes aantasten. Op sommige plekken gaat het net het haar misschien afvalt of misschien korter is. Daar kan het zijn dat de groeicyclus is gaan stagneren. Het hoeft niet altijd te zijn dat er daar hormonen zijn, maar kan dat je groeicyclus is gaan stagneren doordat je ook misschien te veel eraan hebt getrokken. Toch? En dat is één van ze.
Dat van de hormonen kunnen dan zorgen dat de haarzakje naar de opperhuid toe wordt geschoven. En dan je haar onzichtbaar wegsmelt. Soms kan je niet zien dat je haarverlies hebt, blote ogen, dus dat het haar afvalt. Maar soms kan je wel zien dat het haar dunner wordt. Mensen, vrouwen die oestrogenen, wij vrouwen toch, wij hebben dan last van onze menopauze, wanneer we een bepaalde leeftijd, hun kunnen ook enorm last hebben van haar uitval. Ik krijg ook artsen hier, één van ze, met haar, ik wil haar analyse doen. Zij heeft eentje, maar ik kan het dan niet eens meer zo goed uitspreken, dus daarom ben ik voorzichtig en ik wil goede informatie geven. En bij haar wordt de plek eerst donker. Mm-hmm. En dan plotseling, de arts, dermatoloog doorlopen, alles. Ze zeggen, jongens, ze kunnen niks meer doen. Het is al in je systeem. Daarom is het belangrijk als mens, dat we gewoon op onze voeding speelt een belangrijke rol, om deze dingen te voorkomen. Hoor? Okay. Als je dun haar hebt, kan ik je haar niet dikker maken. Dit is jouw haar. Maar als het dik is en het is dun geworden, kan het wel voorkomen dat we het haar weer kunnen herstellen. Begrijpt u? Maar als het ook heel erg, de groeicyclus is aangetast, kan ik het niet meer herstellen. Dus als zij me nu zou vragen van, ik wil mijn haar als een haarboy, ze heeft echt dik haar, kan ik haar het niet geven, want het is genetisch bepaald dat ze al zoveel haarzakjes heeft en zoveel cellen in de haarzakje voorkomt. Als de cellen sterven en nieuwe cellen moeten aangemaakt worden en die cellen hebben niet de voedingsstoffen gekregen om goed aangemaakt te kunnen worden, dan heb je dat het haar dan dunner kan worden. Want dan komt er niet meer 11 draden uit je haarzakje, maar misschien gewoon maar 2, terwijl jij 11 kan krijgen. Want het is medisch bewezen dat het tot 11 gaat, maar wij hebben hier tot 8 gezien. Okay. Snap je? Okay. Als je het haar niet goed uit was, dan blijven er restjes daar. En die restjes daar verstoppen de haarzakje. En je haarzakje, wanneer het zo verstopt is, dan komen we aan de groeicyclus. Ik kom het misschien niet door dat ik olie voor mijn haar gebruik, maar omdat ik het één keer per maand was. Ja. En dat is gewoon. Je haar moet je gewoon proberen. Kijk, jij kan gewoon proberen 2 keer. Je hebt dik haar. En je sweet. Dus alles gaat daar zo mengen. Elke dag baden we, dus elke dag halen we de dode huidcellen van ons lichaam. Maar niet elke dag was we ons over. En als je het elke dag gewoon nat maakt, je over? Is het, okay, het is niet erg, maar dan kan je weten dat je het wel niet één keer in de maand mag wassen. Maar niet gewoon eerder wassen. Want kijk, ons had die vochtigheid nodig, dus we spuiten het nat en zo. Maar we moeten niet denken dat we om in vochtigheid brengen. Het vochtigheid dat haar kan opnemen niet totaal op. Snap je? Net als je haar zo droog is, je hebt natuurlijke droogte. Ik heb niets gezet voor mijn haar vandaag, voor mijn haar. Maar als ik voor begonnen ga voelen, dan heb je natuurlijke droogte. Als ik onderkant ga voelen en ik voel hier, dan zie je dat deze overprocessing is. Dus dat wil zeggen, het is extra droog. Maar terwijl je uitgroei die nu komt, is de normale droogte die je zou moeten hebben. Omdat, kijk, bij ons, ons lichaam produceert zijn eigen tallen. Bij ons kan jouw tallig moet eigenlijk de vettigheid geven aan het haar. Maar bij ons, omdat we spiraal hebben, is het moeilijk. Maar bij iemand die glad haar heeft, is het gemakkelijk. Daarom vinden hun haar sneller vet. Ik ga je niet een goed gevoel geven om mijn product te kopen. En wanneer je dat gekocht, dan stelt het niets voor je voor. Ik geef je gewoon volgens de regels. Dit is het. Tot zover kan ik gaan. Van haar haar, zie je dat hier erg dun is? Ja. Zij vernietigt het zelf. En dan wanneer ze ouder wordt, kijk, moet je kijken naar sommige mensen, hier hebben ze geen haar. Mm-hmm. Omdat je haar van achteren naar achteren groeit, je haar van voren groeit eigenlijk naar voren. Kijk bijvoorbeeld bij die jongens. Wanneer we knippen, je haar groeit naar voren, zijkant en achterin. Mm-hmm. Maar omdat we vrouwen zijn en ook mannen, die hun haar niet gewoon zo willen lopen en hun gezicht niet te zien komen, zetten we het haar naar achteren. Dus dat wil zeggen, als ze een bal zo maakt naar boven, is het tegenrichting. Maakt ze een bal van voren naar boven, is tegenrichting. Van de zijkant is tegenrichting. Dus wij vernietigen het eigenlijk zelf. Dan zeg ik niet dat we geen mode mogen maken, we mogen. Maar je moet een beetje variëren. Hier wees ik al, zijn van die haaibollen, van de haaibol. Kijk het hier, zie je? Zie je hoe dun hier is geworden? Ja. Je ziet het zelf toch? Oké, okay. Dat doet ze zelf. Oké, okay. Kijk hier. Kijk hier. Kijk met de strepen, de borstel.
Zie je dat die draden van de rierhoek dunner zijn geworden? Oké. Ziet u dat? Kijk je. Kijk zo dun. Ze zijn echt dun. Kijk, die dingen zijn Lee. Dit is ze zelf gemaakt. Je haar is een ondertonen, dus daarom moet je niet kijken. Wat is dat, het is een rode toner. Rode toner. Kijk hier, het is dun. Allemaal zijn dun. Hier zie ik een dikke. En omdat het dun is, komt het dan, kan je dan nu zien dat de haar dunner wordt. Snap je? Okay. Kijk hoe dun het eraan. Kijk hoe dun het zelf kan komen. Dat is helemaal weg. Ja, helemaal weg. Kijk. Zie je? Die wordt dunner. Daar is het ook weg. En dat gebeurt. Ik ga huilen, kijk zo dun die daar is. Oh my gosh. Ik ben kaal. Terwijl als je hier kijkt. Kijk. Dan zie je gelijk de dikte. Zie je? Daar is de haar. Kijk, een klein beetje open. De hoofdhuid is droog. Ik weet niet hoe vaak jij invet. Kijk, is droog. Hè? En zie je? En wat moet ik doen als mijn hoofdhuid droog is? Je moet het gewoon invetten, niet te veel vet. Ook gewoon op tijd stomen. Kijk eens, zie je? Kijk, hier is alweer verstopt, maar het lijkt alsof ze olie daar heeft. Dus bij haar is het dat het gecombineerd is, hoor. Is een mix. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet echt gezien waar je haarzakje, waar je draden open zijn. Je schubben. Zie je? Kijk hoe droog daar is. Zie je, hier is het weer anders. Kijk hoeveel draden hieruit komen. Vier. Kijk je die ene hier achterin. Deze. En deze. En kijk hoe een restje hier is gaan plakken. Terwijl ze gewassen heeft en ze heeft niks in zijn. Zie je, zo moest er bovenuit zijn. Al komt de basale laag te zien, basale laag, zou het dan zo moeten zijn. Kijk hoe deze wel smelt. Maar zie je dat de rand nog groot is? Dat wil zeggen, daar is de haarzakje dan gewoon aan het rusten. Dus het kan wel hier weer hersteld worden. Kijk, zie je het verschil? Kijk hier. Een kleine, het is gaan inkrimpen. Er kan geen leven meer ontstaan. Terwijl deze nog. Kijk, deze ook. Ze gaan inkrimpen. Maar zie je hier? Zie je dat de schubben dicht zijn? Dat zijn goed. Kijk hier, hier is helemaal verstopt. Terwijl het lijkt alsof ze vet heeft gezet, maar ze heeft niet goed uitgewassen. Wat ik nog niet bij haar heb kunnen zien, ik zie ze wel, maar ik zie het niet zo optimaal, is de bloedvaten. En dat is bij dingen. Zien jullie hier zo rode dingen? Waar mijn pijltje is, moet je goed kijken. Maar van andere mensen is het helemaal optimaal, dus masseer je hoofd, hè? Maar zeg? Nee. Oké, ja. Kijk daar. En dan ga je zien dat het heen en weer gaat. Dat zijn je bloedvaten. Daarna? Dit masseer je wanneer je hoofd doet? Ja. Zijn je bloedvaten die zijn werk moeten doen. Je moet kijken naar die kleine roede. Ja. Ze moeten heen en weer gaan? Ja. Dan moet je hier kijken. Dan zit er nog eentje Oh my god, mijn bloed roteert niet, of weet ik veel wat dat ding is. Bloedsomloop. Mijn bloed loopt niet. Als een andere hoofdhuid, zien er wel goed uit. De opperhuid is goed. Maar op sommige plekken zien we dat de basale laag, zoals hier, weer te zien komt. Is waar die vrouw zeker gelijk probeerde te krijgen. Dit is echt geen gelijk, man. Ze probeerde het zeker wanneer ze je haar gelijk. What is that? Is je haar, die schubben zijn wel dik. Je draden, ja, dikke draden hoor. Ik kan je wel bij iemand anders wijzen. Maar dat betekent dat ik mijn hoofd... Je moet echt masseren hoor, Ja, want dat wil zeggen... Per dag nog zo? Ja, gewoon elke dag als je een beetje... Gewoon een beetje. Naar mij wijzen hoor. Met je vingertoppen. Zodat er een goede bloedsomloop kan zijn. En je haar zal je even zien waar je van flikst. Zo wat er gemasseerd. En misschien like 5 minuten per dag of zo. Dus voor alle duidelijkheid, ik mag wel olie gebruiken en haarvet. Ja. Maar
persoonlijk moet ik mijn haar vaker wassen. Ja. Liefst 2 keren per maand. Ja. En niet meer borstelen verlopen? Nee. Of niet? Nee, je moet een andere borstel zoeken. Dan heb ik even wat tegen je. Kijk hier. Susa! Ja. 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 Oké, okay, dus ik mag het wel borstelen, maar het moet zo zacht zijn. Ja, en het is nog zachter hoor. Dus ik snap het. En het is nog een zachtere ervan. Dit is gewoon dierenhuid. Dierenhaar. Mm. Dierenhaar, sorry. Of minder high-pop. Ja. Minder. Ik heb lang geen vastblad. Want dit jaar heb ik nog geen vastblad. Oké, okay, geweldig. Ik zet hier weer. Hoofd is droog. Ja, je hoofd is droog. Op bepaalde plekken. En heel erg droog. Dus daarvoor moet ik mijn haar. Je kan dat sleep night treatment doen toch? Dan doe je het sleep night treatment met olie. Mm-hmm. Op je hoofd flink masseren, een doek zetten, binden, een kap eerst, een doek en dan binden. Dat slaap je. Morgenochtend pas sta je op en dan was je haar weg. Oké. Okay. Het product weg, inderdaad. En wat moet ik? En wanneer je vet zet, nogmaals. Sorry. Mijn vingers moeten eerst ontsmet worden, want ik ben hele tijd bezig geweest. Sorry. Maar meestal doe ik het zo. Wanneer ik het zet, zet ik het zo. Zo. En dan rijp ik het, of dan doe ik het zo naar de andere kant van je scheiding. En zie je dit, wordt gelijk opgenomen. Als ik het gewoon zo doe, heb je niet eens door dat ik vet heb gezet. Omdat het meer olie is. En dan ga je zeggen van ja, want sommige mensen zeggen ze gebruiken beeswax en dergelijke om hun pep te maken. Ik zeg, ik heb meer ouderwetse manier genomen. Ik koop mijn vaseline eerst helemaal uit zoals vroeger. Helemaal uit, het moet echt branden. Mm-hmm. En dan voeg ik mijn dingen toe. Want dat wil zeggen, je brandt alle mineralen eruit. Tangen is een no. Dan één keer in een jaar, als je geen probleem hebt, 1 keer in een jaar, dat 2 keer aan mogen meekranden. Maar ze weten ook dat hun haarstructuur niet hetzelfde meer is als toen. Na 1 keer dan? Soms na 1 keer dan. Want sommige mensen hun draden zijn dubbel. En hun stabiliteit van hun haar, draden zijn heel anders. Bij andere mensen, dan gaan ze misschien 3 keer. En het is er nog niet. 4 keer. Nog niet. Maar dan ga je wel zien dat je haarstructuur anders is. Het lijkt alsof je haar weinig is, omdat het niet meer zo spiraal echt is. Mm. En is het niet zo compact. Ik heb je vragen, maar ik ben in shock. Oké, dan wordt deze haaranalyse natuurlijk gehad. Wat mijn advies zou zijn, mode mag, maar let erop hoe het gedaan wordt.